Goedemiddag en welkom bij het Weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een stevige depressie boven de Noordzee en die zorgt voor stormachtig weer in onze omgeving. Daar ligt het lage drukgebied op dit moment. Het trekt geleidelijk aan verder naar het zuidoosten richting het noorden van Duitsland en uiteindelijk naar Polen. Aan de zuidkant van het lage drukgebied liggen de isobaren. Dat zijn de lijnen van gelijke luchtdruk dicht op elkaar. En dat betekent dat er daar ook een stevige wind staat. Vanochtend hadden we nog te maken met veel bewolking in periode met regen. Inmiddels trekken een aantal stevige buien over het land. En bij die buien komt ook onweer lokaal voor en forse windstoten. Als we daarna de Beelden in beweging zetten, dan zien we dat die buien behoorlijk vlot doortrekken. In de loop van de uh, namiddag en avond trekt de buienlijn geleidelijk aan weg. Maar helemaal droog wordt het niet, want ook vanavond trekken nog verspreid een aantal buien over het land. Na het passeren van die buienlijn die we eerder zagen, draait de wind overal naar het noordwesten. Er wordt boven land vrij krachtig en aan zee stormachtig, windkracht 8 en mogelijk op het Waddengebied zelfs al windkracht 9. En dan hebben we echt te maken met een noordwestenstorm vanwege de avond is het een graad of 9. Komende nacht koelt het iets verder af, na zo'n 10 tot lokaal 6 graden. Verder nog steeds verspijnt een aantal buien, kan ook onweer bij voorkomen en hagel. Aan zee het stormachtig of staat een noordwestenstorm, dat laatste dan met name in het noordelijk kustgebied. In het binnenland waait het matig of vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Dan morgenochtend. In eerste instantie nog een stevige wind. In het Waddengebied mogelijk zelfs nog heel even noordwestenstorm. Maar in de loop van de dag gaat de wind overal verder afnemen. Het eerste in het zuiden, het laatste in het noorden. Verder hebben we een afwisseling van wolken en soms wat zon, met name in het zuiden is de kans op zon wat groter. En in, zeker in de ochtend kunnen nog een paar buien over het land trekken. In de middag worden die buien geleidelijk aan minder in aantal. Het wordt 11 tot 13 graden. Kijken we dan naar de dagen erna, zien we dat we het toch een beetje wisselvallig weer houden. Veel bewolking op de kaartjes, soms ook wel wat zon. De middagtemperatuur ligt zo rond de 14 graden. Met name op de vrijdag kan het aan zee weer wat steviger gaan waaien. Maar over het algemeen waait het lang niet meer zo stevig als vandaag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl